Ik ben Nathalie, welkom op mijn kanaal en vandaag komt er een nieuwe cavia. Maar daarvoor moet er nog wel het een en ander gebeuren in die caviakamer. En ik kan dat niet alleen, dus ik heb hulp nodig. Wij gaan even kijken of Evert-Jan misschien tijd heeft voor mij. Ik hoorde hem net al zagen, dat is onze klusjesman, conciërge, ICT'er. Ja, hij doet eigenlijk allerlei hand- en spandiensten hier. En ik ga even vragen of hij misschien kan helpen, want die bak van Humphrey die moet eraf. Die kan het niet alleen tillen, er staat nog een hele stellage, dat moet ook allemaal weg. Dus ik ga hem even vragen of hij wil helpen. En ik hoop dat hij tijd heeft, want ik hoorde net al zo uitgebreid timmeren en zagen. Ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is, maar kom, we gaan even vragen of hij wil helpen. Ga mee? Goedemorgen Evert-Jan. Zou je mij misschien zo meteen even kunnen helpen bij de caviakamer? Wat? Junior voor jou, hè? Junior. Evert-Jan junior. Dat ben ik. Nou, zo junior zie je er nou ook weer niet uit. Het is net of ik naar een jaren 60 film zit te kijken. Wat zeg je? Dat je mooie bretels aan hebt. Oh, ja. Mooi, hè? Speciaal voor Halloween. Zaag op je bureau. Ik zaag ook altijd op mijn bureau. Maar voordat je verder gaat, heb ik echt even je hulp nodig, want vanmiddag, later op de middag, dan komt er een nieuwe cavia. En ja, die kamer, die is nog niet helemaal klaar, want ik wilde dus heel graag die hele stellage eruit hebben. Ik wil die bak van Humphrey, die moet daar weg. Nou, dat is veel te zwaar om dat in mijn eentje te doen. Dus ik heb even enorme spierballen nodig en ik zie dat jij die hebt. Dus zou jij dan misschien mij even willen helpen daarmee? Als dat er allemaal uit is, dan kan ik verder die kamer helemaal inrichten. Dan kun jij weer verder met waar jij mee bezig bent. En dan, ja, dan zijn we allemaal weer blij, denk ik dan. Dus zou je dat misschien voor mij kunnen doen? Dat zijn leuke bakjes om een spinnenterrarium van te maken. Ik zie dat je heel veel van die potten hebt. Als je nou één zo'n pot voor mij misschien om kunt toveren tot spinnenterrarium, dan zou ik wel blij mee zijn. Als je er tijd voor hebt. Maar daar moet dan wel ventilatie in, want zo kan dat natuurlijk niet, hè? Dan hebben ze geen lucht. Ik heb ventilatie. Ventilatie. Voor in een bakje. Oh my god. Dat kan toch helemaal niet? Oh, wacht. Ik heb nog wat anders. Ja. Ik heb ventilatie. En... Tja, ventilatie. Oh... Zulke ventilatie bedoel ik niet. Je moet gaatjes aan de zijkant maken. Voorzichtig een gaatje boren. En als je dan een paar gaatjes hebt, dan plak je daar even een stukje horg. Gaas op, dan doe je aan twee kanten zo'n gaatje. Aan de bovenkant ook precies hetzelfde. Het gaatje kun je weer vastplakken met bijvoorbeeld zo'n lijmpistool. Nou, en dan heb je een hartstikke mooi ventilatiesysteem. Ik bedoel met ventilatie dat het moet ventileren. Het is niet een ventilatiesysteem, maar zuurstof. Snap je? Maar nu echt even belangrijkere dingen hoor, want die cavia die komt vanmiddag, dus het moet echt klaar. Kun je me dan even helpen? Nou, vooruit met de geit. Welke geit? Kom. Zo. Wil jij deze nog even aanpakken? Dat is het laatste, dan is het klaar. Ja, dank je. Hoi, Sjoerd. Zo, ja. Dit is het laatste uit de caviakamer. Ze weet wel wat voor werk of ze me geeft hoor. Jongen, jongen, wat zwaar. Maar de caviakamer is leeg, kan zij ermee aan de gang. En dan ben ik heel erg benieuwd naar de nieuwe cavia. Ik hoop jullie ook.
Later. Hier stond een hele stellage en daar stond Humphrey bovenop, de hamster. Die bovenverdieping die gebruikte de cavia's nooit eigenlijk. Die hamsters die zitten dus allemaal in deze flat hier zo. 4 hamsters zitten erin en ik had Humphrey natuurlijk daar staan, dus ik had er toen 5. De hamsters die hebben nu allemaal een leeftijd bereikt van gemiddeld 1,5 jaar tot 2, 3 jaar. Livia, Lookie, Humphrey. Nou, zou je zeggen dat hij bijna 3 is? Nee toch? En Pepper. En ik weet het ook niet allemaal exact. Ik moet uitgaan van wat de mensen mij verteld hebben waar ze vandaan komen. Dus dan moet je ook allemaal maar afwachten. Ik heb net even deze kamer schoongemaakt. Ik had nog 3 cavia's over. Daarvan zijn er nog 2 van Flappers. Dat zijn deze 2. Cookie en Carmen. Ze hebben pas weer allemaal cavia's gebracht naar Flappers. En die kwamen weer allemaal van waarschijnlijk van Intilt. Nee, dat was wel zeker Intilt. Die zijn allemaal aan de weg gezet bij hun. Gedumpt in kratten of in benches. Ik weet niet meer precies. In ieder geval meer dan 100 cavia's, waarvan vooral heel veel babytjes. Vaak zijn die babytjes, als ze zo klein zijn als dit, dan kunnen ze al met elkaar fokken. En vervolgens heb je dus een enorme intilt. Bijna 100 cavia's zijn afgelopen zaterdag gedumpt voor de deur van dierennoodopvang Flappers in Zwolle. Het gaat om een aantal volwassen vrouwtjes, 2 mannetjes en een heleboel pasgeboren jonge cavia's. Dit is een kritiek gevalletje, ja. We hebben ook al 4 overleden baby's. Dus ja, we halen nu alles wat een beetje kritiek wordt ertussenuit en gaan we met de hand proberen groot te brengen. Nou hebben die dieren natuurlijk allemaal een plekje nodig. Elk dier verdient een goed huis. Nou heb ik dus iedere keer cavia's opgevangen van een intilt kinderboerderij, van een, weet je, die kwamen daar dus allemaal binnen bij opvangst en die hadden allemaal wel iets. En vervolgens heb ik toch eens een studie daarna gedaan, of een onderzoek, studieonderzoek daarna gedaan. En wat blijkt nou, dat heel veel intiltcavia's, of ze krijgen natuurlijk allemaal gebreken, het is natuurlijk wel logisch. Hè? Ik bedoel, als je mensen met elkaar door blijft kruisen, krijg je op een gegeven moment ook gehandicapte kinderen en mensen met gezondheidsproblemen. Dat is bij dieren niet anders. Als je ze dus maar door blijft fokken en kweken, dan op een gegeven moment dan krijg je dus allemaal cavia's die van alles mankeren. Nou blijkt dus ook dat cavia's van intilt, zie je springen, zo schattig. Dan blijkt dus ook dat cavia's die van intilt afkomen, dat soort dieren gewoon veel zwakker zijn en vaak niet ouder worden dan 3 jaar. Nou, en dat klopt wel ongeveer, want die caviaatjes die zijn gewoon niet ouder geworden dan 3. Nou is het dus even de vraag hoe lang of Cookie en Carmen meegaan. Want Cookie en Carmen die zijn ook van een intilt af. Die kwamen ook geloof ik van een kinderboerderij of zo. Die zijn dus door ook naar Flappers gebracht. Ja, nu is het sterkste kop. Hebben ze hooi genoeg en dan moeten ze maar om 1 dingetje vechten. Nou komt Desha, die komt van een goede fokker af. En Desha, die gaat de 6 jaar aantikken. Dus zij doet het hartstikke goed. Nou heb ik dus ervoor gekozen, en je ziet het al een beetje aan het neusje, om toch maar even voor een betere cavia te gaan. En ik ben dus even op zoek gegaan naar een rascavia, maar dan wel van gewoon iemand die het leuk vindt om af en toe gewoon nestjes te hebben en die ook heel goed selecteert. Dus die op een gegeven moment ook zegt van, ik ga daar een nieuwe zeugen of beren bij halen, zodat ik in ieder geval goede sterke dieren heb. Ik wil graag mijn groepje behouden. Desja is al oud, dus die zal ook een keer wegvallen.
Hè? Dus, hoe lang of ze nog meegaat. Dat is even de vraag, dat weten we niet. En als zij er niet meer is, dan ga ik waarschijnlijk wel weer kijken naar een caviaatje. Misschien dat ik dan eens kijk bij een andere opvang naar een gecastreerde beer. Of misschien bij Flappers naar een goede gecastreerde beer. Maar niet meer, ik wil liever niet meer van die inteeltboerderijen eigenlijk. Want ik heb daar alleen maar verdriet van. Hè? Dus uiteindelijk zijn er dus nog maar 4. En zoals jullie weten ben ik ooit begonnen met een heleboel caviaatjes opvangen. Ik heb er heel veel hier gehad, had ik echt die hele kamer helemaal in gebruik. Op een gegeven moment werd het er steeds minder en toen heb ik die hamsterflat hierbij ingezet. En nu heb ik dit dus allemaal even weggehaald. Ik denk dat ik hier nog een mooie muurschildering op ga maken. De muur is wat beschadigd geworden van al de bouwwerken die er tegenaan hebben gestaan. Misschien kan ik ook nog wel iets heel moois vinden wat ik er tegenaan kan maken. Dat moet ik nog even bekijken. Ik heb daar plexiglas tegenaan gedaan, zodat ik er eigenlijk van allerlei leuke dingen achter kan zetten. Dus zometeen is het misschien leuk met de kerst om daar in kerstsfeer wat dingetjes bij te doen. We gaan natuurlijk weer van alles creëren ook. Zoals hier dat kastje heb ik natuurlijk gemaakt toen die tijd. Deze dingen, ja, die zijn gewoon te koop. Die heb ik niet zelf gemaakt. Die heb ik ook niet zelf gemaakt. Maar ja, het is een vrij eenvoudige constructie. Dus ik ook zelf maken. Die huisjes wel, die heb ik gewoon gemaakt van soort CNC-ketjes. De hooireuf heb ik zelf gemaakt van een afvalemmer. Zie, kunnen ze aan deze kant, kunnen ze het hooi eruit halen. Deze hooizak heb ik ook zelf gemaakt. En de kleedjes, die heb ik ook zelf gemaakt. En die mand gebruik ik voor het hooi. Er zit gewoon een zak hooi in. En de flat heb ik natuurlijk zelf gemaakt. En aan deze kant hangen de waterflessen. En ik heb 1 bakje water erin gezet, omdat de nieuwe cavia, die snapte die flessen niet helemaal. Dus ik had eigenlijk mijn doek eigenlijk meteen. Ik zet er eigenlijk als nieuwe kavia's komen ook meteen een waterbakje in. Omdat je niet precies weet wat ze gewend zijn. Dus ik moet natuurlijk wel drinken. Nou, geniet even van mijn schatjes. Dit is Carmen. Dit is Desja. Cookie. En Fayen. En Fayen is een Red Californian. En Californian die krijgen dus, ik noemde het vroeger altijd Rusjes. Maar dat klopt dus niet, want het zijn Californiërs. Dat ligt volgens mij niet in Rusland. Maar zij krijgt dus gewoon een hele zwarte neus. De zwarte oortjes en een zwarte neus. En dat is gewoon super schattig. Zo leuk hè, die hangmat. De brokjes die zijn van Hope Farms. En dat is het voordeel van als je minder cavia's hebt, kun je ook iets kwalitatief duurder voer kopen. Ik vond die Casper Fauna Foods. Ja, ik heb het toch maar niet meer gedaan. Het kan ook best zijn dat dat gewoon slecht is geweest voor de cavia's. Hè? Ik heb daar ook al dingen over gelezen dat Casper Fauna Food niet altijd even goed is, maar goed. Dus het is mooie ruimte voor 4 cavia's. Ik bedoel, wie we dan niet? Een halve kamer. Hè? Ja, dus je zult ze vaker voorbij zien komen. Ze hebben vanmorgen al groenvoer gehad, dus dat krijgen ze niet meer. Ze krijgen elke ochtend krijgen ze groenvoer. Tegelijkertijd met de hamsters. Die muur is keihard. En die komt meteen bij de buren uit. Dus daar ga ik niet in boren. Dus het moet zijn dat ik het met nieten vast kan maken. Of met punaises. Of dat ik iets ga schilderen. Ik vind het nu allemaal een beetje kaal zo. Ook die rand hier beneden. Daar kan ik nog een ander patroontje een keer in maken. Er zit nu plexiglas voor. Dus daar kunnen ze niet aan knagen. Dus die muur die komt nog een keer in een andere video. Ik ga stiekem even kijken naar het terrarium of die al af heeft. Hij is er nu toch niet. Hij komt pas morgenochtend weer terug. Ga kijken. Oh, kijk nou toch. Oh, wauw. Met lampjes erin ook nog. Even het licht aan. Nou, wat mooi. Ja, dat bedoel ik met ventilatie. Heel mooi geworden. Heb ik het stiekem al gezien? Even kijken. Oh ja. Nou, fantastisch. Daar zal Siepie blij mee zijn.
Heel mooi. Dat licht je niet uit. Even kijken. Oh ja. Licht je uit zo. Ga gewoon weer. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik zie jullie graag weer terug bij een volgende video. En waarschijnlijk is dat weer woensdag. Tot de volgende keer. Doei doei. Ja? Ben ik zo in beeld?